Welkom allemaal weer bij de Assassin's Creed Syndicate serie. We gaan vandaag een nieuwe sequentie starten en dat is wel sequentie 6, dus hier gaan we. Een bankrun, blijkbaar. Jacob heeft de meesterplan van Pearl Hathaway achterhaald en de verbrandingsmotoren weggehaald bij de Tempeliers. Dat klopt, dat hebben we in een voorgaande missie gedaan. Een mysterieuze brief leidt Jacob naar een plan dat al het goud in Londen in gevaar kan brengen. Evie beraamt ondertussen een plannetje om Lucy Thorne, volgens mij is dat die slechte Rick, die vrouw, terug te pakken en de sleutel van de doodskleed te veroveren. Geen idee wat de doodskleed is tot nu toe, maar we zullen wel zien. Oké, hier gaan we. What have we here? Boiler. This dredge character's meddling will be the death of us. He was loitering around the exchange today, asking far too many questions about the bank. Should he discover my plan, you will face a far worse fate than losing your job. Signed, Plutus. So this Plutus is Starrick's banker, hmm? I wager Dredge will lead me to him. While you're out and about, do attempt not to destroy modern medicine or the London transportation network. Don't make me laugh. Innocent lives hang in the balance. They depend on the city. I'm not the one who let Lucy Thorne walk away. A mistake I intend to rectify immediately. A letter. For me? Kijk eens aan, daar komen de nieuwe quests. En ze zijn nog steeds niet echt in dit gebied. Dus die hoeven nog niet vrij te gaan spelen. Het zijn er nog maar twee zo te zien. Dus laten we beginnen met deze. Een identiteitskwestie. Ik ben zeer benieuwd wat dat in gaat houden. We zullen eens even hierna gaan fast travelen. Dat was namelijk aardig in de buurt. En eigenlijk hadden we even de kluis moeten legen. Dat ben ik helemaal vergeten. Ja, dat doen we straks na deze quest wel anders even. Dus voor elke 1000 XP, voor degene die dat nog niet wisten, je krijgt bij elke quest en elke activiteit krijg je X-points. Dus voor elke 1000 X-points krijg je zo'n nieuw vaardigheidspunt. En daarmee kan je dus nieuwe skills voor Jacob en Evie Fry unlocken. We hebben ze nu eigenlijk al bijna allemaal, dus we zijn aardig op weg. Maar ik denk er nog een paar te gaan. De laatste skills zijn echt wel, kosten wel heel veel vaardigheidspunten. Dus die zijn wel een stukje moeilijker te bemachten. Oh, we moeten wel echt hier in de buurt zijn ook. Oh wacht, misschien kunnen we wel gewoon naar beneden springen. Nee, we moeten echt naar beneden klimmen. Ik dacht even dat ik daar hooiwagens zag. Maar het ziet ernaar uit dat dat meer tafeltjes waren. En dat is misschien niet zo heel handig om daar van helemaal hierbovenop te gaan springen. We moeten wel beneden zijn, dus ik denk dat we zo toch maar even naar beneden zullen lopen. Ah, kijk, daar moeten we zijn. Ja, je mag je laten vallen, Jacob. Tenminste van mij. Alliop. Zo, bijna op haar hoofd. Dat ging gelukkig net goed. Al had ik er waarschijnlijk niet echt veel last van gehad, maar vooral zij. Eens even kijken wat deze jonge man te vertellen heeft. Jacob wil Mr. Dredge vinden om bij Plutus te komen. Gaan we waarschijnlijk moeten we dan eerst die Mr. Dredge gaan zoeken. Het leek alsof die Jacob die al wel eerder tegen was gekomen, maar ik kon me niet herinneren. Fast feud ends in blood. I'll take one. Here you go, sir. I say we stop this goodwill towards strangers nonsense and focus on what London really needs: solid leadership, whose hard work will raise everyone up to success. As go the titans of business, so goes the world. Oh, oi! You weak fool. Get a job. The best guards money can buy won't do Mr. Dredge any good. Oké, die gasten zagen niet al te aardig uit. We moeten in ieder geval hier naar binnen en ondertussen geen agenten doden. Dus even kijken, we moeten in ieder geval Arends oog gebruiken om het een en ander op te sporen. En hier moet ook ergens een schatkistje zijn. Of is die weer helemaal beneden zoals voorgaande keer? Of juist helemaal boven, hij is hier boven. Zullen we die eens eerst even gaan pakken? Kunnen we daar zo komen? Nee. Eens even kijken, hoe gaan we daar komen? Hij staat daar, maar is het nou op het dak? Want die schatkisten zijn wel zeldzaam, dus dat is wel de moeite waard om daar
even voor naar boven te klimmen. Ja, die zijn hier. Kijk eens aan. Helemaal goed. We kunnen het slot kraken. En dan unlocken we meestal wel vooral visuele, even kijken. Stokzwaard van de Gouden Leeuw. Dat zag eruit als een wapen. Is dat deze? Ja, dat is deze. Hij is niet heel goed, maar die hebben we toch weten te unlocken. We hebben blijkbaar ook een nieuwe riem. Kijk, die is wel een stukje beter. Die hebben we de vorige keer volgens mij vrijgespeeld. Dus die gaan we in ieder geval equippen. En dan gaan we eens even hier van bovenaf bekijken. Dood geen agenten, maar we moeten hem zien te ontvoeren. Oké. Dan gaan we even naar beneden. Oh my god, ik dacht dat ik helemaal naar beneden sprong. Oké, er zijn hier wel aardig wat bewakers. Oké, dit is niet de ideale plek om te ontvoeren. Dus hier zijn aardig wat bewakers, maar... Oh, wacht, we moeten ook helemaal niet hem ontvoeren. Maar ook wel aardig wat mensen, waardoor we heel makkelijk doorheen kunnen manoeuvreren. Oh my god. Nee, dus dit gaat helemaal fout. Oké. Even kijken of we nog weg kunnen. Nee. Ik wil eigenlijk naar boven. Oh my god. Oké. Dat gaat helemaal niet goed. En het ziet eruit dat die andere ook helemaal is weggevlucht. Dat is op zich wel weer goed. Maar het ziet eruit alsof dat met paard met wagen is. Kijken of we hem zo nog in kunnen halen. We hebben in ieder geval geen agenten gedood. Dus dat is goed. We moeten nu nog echt deze gast zien te vinden en zien te ontvoeren. Wel lekker druk hier weer. Maar het ziet er wel naar uit dat we hem aan het inhalen zijn. Oh maat, moet je nou net rechtsaf. Ops, hier moeten we blijkbaar ook rechtsaf. We moeten dus nu niet doden. Want dat gebeurde de vorige keer. Oké. Als het goed is, hebben we hem nu. Nee! Oh, wat is dit? Ik wil hem onderuit halen. Dat laat hij me telkens niet doen. Hij is wel snel, hè, trouwens. Ik ga toch niet zeggen dat hij. Oké, laten we nog één keer proberen. Want we moeten hem dus onderuit halen. Wat? Hoe kunnen we die vent nou onder ontvoeren? Dit gaat echt niet soepel. Oh no, hij gaat er weer vandoor. We moeten hem onderuit halen. Maar ja, dat gaat niet zo lekker als hij telkens... ik kon hem daarnet ook echt niet onderuit halen. In het begin wel. Oké, we moeten hem weer even opnieuw zien te kapen. Hopelijk kunnen we hem weer inhalen. We zien zo in ieder geval wel een stukje meer van Londen. Dus dat is natuurlijk ook zeer interessant. Hoe gaan we dit doen? Eigenlijk zou je iets moeten hebben als je daar boven op het dak staat. Dat je hem dan... we kunnen trouwens ook gewoon hem kapot beuken natuurlijk. Ik dacht misschien als ik hem omver beuk of zo. Maar dat ziet er ook niet uit. Alsof dat gaat werken. Oké, wacht, we moeten weer gaan rijden. Maar wat ik dus aan het vertellen was, het zou gaaf zijn als je op het dak stond en je ze bewusteloos kon. Ja, wat doet hij zo'n burgergreep? Want je kan hem nu eigenlijk alleen maar killen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké. En dit was dus blijkbaar ook niet de bedoeling, want nu is hij dus dood. Oh no, we moeten heel de quest weer opnieuw doen. Oké, we gaan het nog één keer proberen. We zullen kijken hoe het gaat. Ja, dus ik vind die koets... Ik weet niet of ik het nou helemaal fout doe, maar het werkt nog niet helemaal vloeiend naar mijn idee. Dus daar mag in volgende games, mocht het zijn dat ze het concept weer gebruiken... waarop zich de Assassin's Creed serie wel een beetje onbekend staat. Dan... zal ik ze aanraden dat ze daar nog wat meer aandacht aan besteden. Want dat werkt nog wel erg lastig.
Dus even kijken. We gaan in ieder geval proberen om hem misschien nu al ietsje eerder... dat we hem ietsje eerder kunnen ontvoeren. We kunnen misschien deze wel recruteren. En dat zij bijvoorbeeld een beetje gaan vechten. Dan hebben wij daar niks mee te maken, hopen. Oké, toch wel. Ik probeer in ieder geval een beetje bedekt te blijven. Oh, wacht, hij heeft een achteruit ingang. Oh, ik word goed in elkaar gebeukt. Oké, we gaan in ieder geval weer de achtervolging inzetten. Maar nu zijn we gelukkig een stukje dichterbij. Even naar het dak. Even overspringen. En we gaan kapen. En nu moeten we hem dus zien te ontvoeren. En dan gaat hij weer daarheen. Dit is echt, slaat helemaal nergens op deze missie. Kom op, onderuit halen. Ja, eindelijk. Oké, ik ga die vent gewoon killen hoor. Het is goed geweest. Oh, wacht, als je mij niet killt. Oké. Wat, ik ging echt bijna dood. Oké, zolang die politieagenten mij straks niet meer volgen, vind ik het goed. Kijken of ik ze kwijt kan raken. Mijn verdachte gaat er echter wel weer vandoor. Dus dat is een beetje jammer. Hoe kom ik hier ooit uit? Hij gaat toch niet weer zo'n ding stelen, hè? Als het nou, mocht het zijn dat het nou niet lukt, dan ga ik gewoon die politieagenten in elkaar slaan en dan ga ik hem gewoon onderuit halen. Wat? Door ben ik nou weer gezien? Oké. We worden nu niet meer gesnapt en we moeten uit dit gebied. Hé, eindelijk. Dat was een lastige quest. Jacob, it's me, Sergeant Frederick Appeline. Freddy. Sergeant. Undercover. There's to be a robbery at the Bank of England, I'm sure of it. Robbery? It's a fortress. The boys at the station thought I was joking. Wouldn't be so funny if it was their life savings. Who's behind it? That's confidential. Oh, come on, Freddy. I can help you. Imagine the headlines. Thieves caught in the act. Appeline right all along. Well, I suppose I can fill you in a little. Every fiscal quarter, a branch of the bank is robbed. Never the same branch. The thieves are supplied by Cockham merchants. Thanks for the info, Freddy. It's Sergeant! I'm keeping my eye on you. Oké, we hebben ook weer een nieuw wapen unlocked. Die zal ook weer niet heel veel beter zijn, maar dat is natuurlijk altijd fijn. Dat was wel vreemd. Waarom zei hij niet meteen wat op het begin dat hij die vent was? We moeten in ieder geval hier naartoe. Dat is wel een heel eind. Dus we gaan eens even kijken of we hier een koets kunnen bemachtigen. En dat kan, want die rijdt precies voor ons neus. En daar gaan we weer. Volgens mij als we zo'n vent in één keer overrijden, dan is hij blijkbaar niet dood. Dat dacht ik. Oké, maar we moeten dus... Wow, dit is een dun, smal straatje, zeker voor zo'n grote kar. We moeten dus 500 meter verderop, kunnen we eigenlijk deel 2 van deze quest doen. Zo. Oh, als je ook echt iets vernietigt, dan moet je ook doen. Dus als ik dit vernietig? Nee. Als ik dit vernietig? Nee, dan kan je waarschijnlijk niet vernietigen. Oké, maar ik botste net een beetje tegen die randen aan en daar kreeg ik in ieder geval een soort van punten voor. Ze willen blijkbaar bijna dat je hier ook weer algehele vernietiging, dat je dingen kapot rijdt. Dat is wel interessant. Ik probeer namelijk telkens zoveel mogelijk heel te houden. Maar het geldt zo te zien niet voor alles. Oh, was niet helemaal soepele bocht. Oké, weer tijd om te gaan. Hier kunnen we echt net onderdoor zonder ons hoofd te stoten. En dan moeten we hier zijn. Oké.
Volgens mij zijn dat een beetje de questtekens voor Jacob. En ja, je kan die andere niet zien, maar die andere questtekens een beetje voor Evie Fry. Even kijken, hier wordt iets gedaan wat zeker niet de bedoeling is. Dus die moesten we doden. Ik weet niet of het nog was op het moment dat ik ze doodde, maar daarvoor in ieder geval wel. En dan gaan we eens even kijken. Een kop thee. Dat is blijkbaar de volgende missie. Deze timelapse gebruiken ze wel aardig vaak als een soort van cutscene. If only I knew which shipment it was, then I could trace the weapons to their owner. Capital idea, Freddy. Oké, dus we moeten. Here we are, the shipping docks. Now where are the cock and crates intended for Mr. Plutus? Dus even kijken, we moeten dus de gesmokkelde wapens vinden. We zijn hier niet al te ver vanaf, tenminste, dat hopen we nog maar. Want die moeten dus in een van de schepen zitten, als het goed is. Of in een van de huizen. Daar lijkt wel iets te zijn. Wat, ze zijn echt sterker geworden, hè? Eens even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Volgens mij stonden deze bij zo'n vuurtje. Dan moorden die elkaar wel uit. Oké, deze moeten we in ieder geval doorzoeken. Wow, wacht. We zijn nog gesnapt. Oké, hier hebben we in ieder geval uitgeschakeld. En dan moeten we deze eens even gaan doorzoeken. Of dit het is blijkbaar. Where the devil is it? Blijkbaar niet hier. Volgens mij dan nog twee te gaan. Eens even kijken, waar zijn nog meer bewakers? Zijn er namelijk nog wel een aantal. Steady. Ja, misschien kan ik hier in de hooiwagen springen en hem erin slaan. Oeh, dat ging helemaal volgens plan. En dan gaan we deze even doorzoeken. Oké, dat is waarschijnlijk die van de titel van een kop thee. Nu moeten we toch echt even op zoek gaan naar de laatste. Die is blijkbaar daar. Zo, die wordt wel goed bewaakt. Kunnen we nou bijvoorbeeld nog steeds een wagen oproepen? Ja, dat kan. En die kunnen we dus gewoon daar bijvoorbeeld op afsturen. Hè? Als het goed is. Shoot. Dus die gaan daar lekker vechten. Oh, hoe werden we nou gezien? Oh, ik dacht misschien kunnen we zo naar beneden springen. Op. Wow, mijn gasten zijn niet zo sterk zo te zien. Ze zijn namelijk allemaal best wel goed ingemaakt. Hop, zo. Ik werd echt even van alle kanten aangevallen. Ah, hier is ook nog geen. Hier is ook nog wat versterking. Oké, dat was het. En dan kunnen we deze eens even gaan doorzoeken. En als het goed is, moet het hier dan zijn. Kijk, je ziet in ieder geval Happy Face. Dat waren dus op zoek naar wapens, dus ga er vanuit dat dit de wapens zijn. Hij heeft het in ieder geval even gemarkt. En dan moeten we blijkbaar even naar boven gaan om te verbergen. En als het goed is worden die kisten dan opgehaald. En dan gaan we ze denk ik achtervolgen. Oké, we moeten die blijkbaar gaan tegenhouden. En we kunnen. Oh, we moeten achtervolgen. Eens even kijken, want het zag eruit als we hier naar boven klommen. Dat we hier naar boven konden klimmen.
als hij meewerkt af en toe in het spel. Oké, waar zouden we bijvoorbeeld naartoe willen? Bijvoorbeeld daar. We gaan wel snel. Maar de goede car staat blijkbaar stil zo, of niet? Want de timer is in ieder geval weg. Oké, we gaan het gewoon even via de daken doen. En kijken hoe ver we komen. Het ziet er nou uit dat hij nu stilstaat. Dus dat maakt het wel ietsje makkelijker. Ja, we moeten hier gewoon op zoek gaan naar die goederencar. Blijkbaar is die hier rechts afgegeven. Oh, daar staat hij. Oké, volg de goederencar. Als hij weer gaat bewegen tenminste. We moeten wel even opletten. Daar staat de sluipschutter. Een soort van sluipschutter als je het zo kan noemen. Dus dat is even de moeite waard om daar naartoe te gaan. En blijkbaar gaat deze wel weer verder. Maar we gaan gewoon onze manier van achtervolgen in stand houden. Via de daken. Deze even neerhalen. En dan zullen we eens even kijken waar die naartoe is gegaan. Ik zie hem niet meer. Maar volgens mij is hij namelijk een heel stuk verder. Oh, daar is hij. Valt nog mee. Oké, we gaan even hier naar de overkant, bovenop dit gebouw. Daar beneden zijn nog een aantal kisten, maar ik denk niet dat dit het ideale moment is om die te gaan bezoeken. Voor degenen die zich afvragen, wat zijn nou die luiken in het dak? Wow, wat? Oké, ik heb opeens de missie niet meer gehaald. Hij gaf de hele tijd aan dat het goed ging. Tenminste, hij gaf niet aan dat het fout ging. Maar blijkbaar was ik nu toch te langzaam. Dat is wel vreemd. Oké, die moeten we even overnieuw doen. Ik kwam op een gegeven moment al een timer, maar die ging weer weg. Dus ik was er eigenlijk van mening dat ik dan goed bezig was. Maar dat bleken de meningen over verschil te zijn. Waarschijnlijk moeten we weer helemaal opnieuw doen, dus dat is wel balen. Dan gaan we proberen wat meer snelheid in te brengen. Ja, we moeten weer helemaal opnieuw. Lekker hoor. Oké, we gaan nu gewoon vanaf het begin achtervolgen. En blijkbaar kunnen we dus bijvoorbeeld hier al meteen naar vast treffelen, dus dan kunnen we ze een beetje bijhouden. En misschien moeten we ook even met Eagle Vision ze aanzetten. Tenminste, zo kunnen we ze een stuk makkelijker volgen. En we moeten er nu gewoon wat dichterbij blijven. Ik denk eigenlijk dat de manier van transport zo een stuk sneller gaat. Dus misschien moeten we gewoon voornamelijk deze kabel blijven gebruiken. Even kijken, we kunnen nu hier naartoe. We houden ze zo in ieder geval een stukje beter bij. Dus we moeten eigenlijk gewoon Spider-Man mode door alles heen gaan en ze achtervolgen. Hier was even een korte pauze. Maar daar kunnen we alleen maar goed gebruik van maken door alvast even verder te gaan. Maar we moeten ook weer niet te ver, want ik zie dat mijn timer nu al wel redelijk laag begint te lopen. Oké, ze zijn nu hier. Dus dat gaat nog wel. En eens even kijken waar we vanuit hier naartoe kunnen gaan. Als ze nog gaan. Misschien moet je eerst toch wel. Nee, ze gaan weer. Oké. Okay. Dan kunnen we hier naar de overkant. We lopen nu nog voor, dus laten we dat even zo houden. Ja. We kunnen een beetje freerunnen over de daken. Ze beginnen wel weer een beetje voor te lopen, maar als het goed is, moet dat geen probleem zijn. En eens even kijken waar ze hier naartoe gaan. Of ze hier links af gaan. Ja, zo te zien wel. Ze zijn nog steeds hier beneden van ons. Even weer zien met Eagle Vision. En hier blijken weer wat... ja, hoe noem je die gasten? Beveiligers te zijn. Waarschijnlijk gaan ze hier straks rechtdoor. Dus we kunnen eigenlijk zonder deze sluipschutter te killen, kunnen we waarschijnlijk hier gewoon naar de overkant gaan. Dus
Zij zijn daar in ieder geval van het klessenbessen en wij kunnen daar straks in één keer naartoe gaan. Als ze nog ooit verder willen gaan, kunnen we ook gewoon deze uitschakelen. Nee, ik denk dat ze weer gaan. Ja, oké, dan gaan we hier naartoe. Hij zet er wel opeens vaart achter. En hij reed volgens mij dwars door zijn manschap heen. Ik ben benieuwd of hij hier links recht, of links gaat hij. Gaan we daar naartoe. Hij gaat nu een stuk sneller dan daarnet volgens mij. Maar we moeten wel kunnen bijhouden. Oh my god, hij gaat hier weer linksaf. Ja, dat is wel goed, die plek. Oké, het doelwit is te ver weg. Waarom gaat hij zo super snel? Als we nou maar niet weer niet goed gaan. Waar is hij nou? Oh my god. Straks haal het weer niet. Dit is bijna eigenlijk niet lopend te doen. We gaan even koets halen. Dat is misschien beter. Oké, time to go. Want waar is dat ding gebleven? Het moet namelijk hier ergens zijn. Of is dat hem? Ja, dat is hem. Oké, we zijn nog dichtbij genoeg. Maar we moeten ook voldoende afstand houden. En opletten dat we straks niet in zo'n beveiligde situatie belanden. Want dan worden we natuurlijk sowieso meteen gezien. Let's go. Nu gaat hij opeens super langzaam. En net sprint hij er sowieso echt vandoor. Oh my god. Daar moeten we dus niet naar binnen. Of gaat hij via de achterkant weer uit? Hij gaat er via de achterkant. Oh, we moeten dit gebied. Oké, dit hier gaat gebeuren. Helemaal goed. De wapens zijn hier. Same routine as before. The Twopenny opens a vault, we robs it and leaves the money in his storehouse. Look sharp, the boys are waiting. To the Bank of England. Ja. Oké, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze quest. De volgende keer gaan we weer verder om deze bankroof natuurlijk tegen te gaan. Laat me natuurlijk weer weten wat jullie ervan vonden. En ik zie jullie graag volgende keer.